Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we kijken naar het examen 2022, tijdvak 2 van Wiskunde B. Het was ook een aardig examen. Dus laten we maar even gaan kijken naar de toets. Mocht je aan het leren zijn voor tijdvak 3 of voor een andere toets voor een jaar daarna of zo, wat dan ook. Maak hem eerst even zelf voordat je mijn bespreking gaat bekijken. Want als je hem niet maakt en alleen maar gaat kijken hoe ik hem maak, dan leer je er veel minder van dan als je hem eerst zelf even probeert. En als je het op hebt staan, er zitten spoilers in. Dus je kan ook, als je het fijn vindt om mijn stemgeluid te horen, dan kun je ook een ander filmpje van meneer.snel.dt opzetten. En eerst gewoon dit examen even zelf maken. Maar goed, dat is een tip. En als je het niet doet, dan ben je een sukkel. 16 vragen, 78 punten. Formules, geometrieformules. Nou, dat zullen we wel zien in hoeverre we dat nodig hebben. En dan beginnen we hier met de buigraaklijn. Dan zeggen ze, de functie f is gegeven door een of andere rare formule. Voor de afgeleide geldt bla bla bla. Nou, ja, het is natuurlijk duidelijk dat ze hebben een bestaande formule gepakt en toen hebben ze een stukje geschaald en een stukje geschoven. Eerst een stukje geschoven en toen een stukje geschaald. Die gekke vorm van dat functievoorschrift is eigenlijk alleen maar om je te pesten. Laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten de afgeleide bepalen. Dat kunnen wij. En ik ga dat doen op een andere manier dan het correctievoorschrift. Het correctievoorschrift doet het op twee manieren. De eerste manier is dat je hier gewoon bij allebei apart de kettingregel toepast. De andere manier is dat je die haakjes hier gaat zitten uitwerken en dat je dan gewoon term voor term differentieert. Ik wil het gewoon even op een net iets andere manier aanpakken. Ik definieer even de functie gx. Gx is 2x tot de derde plus 3x kwadraat. En hx is gelijk aan 2x min 1. Nou kun je opmerken dat fx gelijk is aan, als je g hebt en daar dan h invult. Ja? Dus de afgeleide van fx is de afgeleide van g met h ingevuld keer de afgeleide van h. Dus nou, in dit geval de afgeleide van g is gewoon 6x kwadraat plus 6x, hè. Want als je die tweede voor had, wordt het 6 keer x en x wordt dan 2x min 1 vanwege de kettingregel. Dat moeten we dan vermenigvuldigen met de afgeleide van h en dat is gewoon 2. Dus het is eigenlijk gewoon wat zij als eerste mogelijkheid doen in het correctievoorschrift. Maar ik doe dan die factor 2, die keer 2 maar 1 keer. Dan gaan we de haakjes uitwerken. Dus dan krijg je hier 12 en dan krijg je hier 4x kwadraat min 4x plus 1. En je krijgt plus 12 keer dit. Dus 2x min 1. En dan moet je dat nog vermenigvuldigen. Dus 12 keer 4, 48x kwadraat min 48x plus 12 plus 24x min 12. Nou, dan gaan die plus 12 en die min 12, die vallen tegen elkaar weg. En de min 48x plus 24x inderdaad min 24x. Dus 48x kwadraat min 24x. Dat hebben we nu laten zien. Laten we ook even in de grafische rekenmachine zetten. Dus 2 keer 2x min 1 tot de derde plus 3 keer 2x min 1, dezelfde 2x min 1 eigenlijk, tot de tweede, sorry.
En hoe ziet dat eruit in het standaard window? Ziet dat er een beetje leuk uit? Ja, dat ziet er wel leuk uit. Je wil nog een stukje kunnen inzoomen op het interessante gebied. Met een zoombox bijvoorbeeld. Zo. Oké. Oké. Nou, dat is hem. En dan zie je een prachtig buigpunt zitten ergens. En bij som 2 zeggen ze, de lijn K raakt de grafiek van F in het buigpunt. Stel door middel van exacte berekeningen een vergelijking op van K. Dus nou, dan moet je eerst het buigpunt vinden. En het buigpunt, dat kun je vinden op de plek waar de tweede afgeleide 0 is. Nou, de tweede afgeleide, dat is gewoon de afgeleide van de afgeleide. Dus dat is 96x min 24. En omdat ik een buigpunt zoek, wil ik dat dit 0 is. Dus 96x moet gelijk zijn aan 24. Dus x moet gelijk zijn aan een vierde. Nou, dan moeten we bij die 1 vierde moeten we de y gaan uitrekenen en de richtingscoëfficiënt. Dus dan doen we f van een vierde. Nou, dan staat er dat is 2 keer een vierde min 1 tot de derde plus 3 keer 2 keer een vierde min 1 in het kwadraat. Nou, 2 keer een vierde is een half, half in 1 is min een half. Dus min een half tot de derde is min een achtste, dus dat wordt hier min een vierde. Plus 3 keer, en dan krijg je hier 2 keer een vierde, dat is een half, min 1, min een half in het kwadraat, een vierde. Dus min een vierde plus 3 vierde zou een half moeten zijn. Even controleren, als ik hier 0,25 invul voor x, komt er dan een half uit. Ja, gelukkig maar. Nou, dan moeten we ook nog eventjes de richtingscoëfficiënt hebben. Dat vind je door in de eerste afgeleide een vierde in te vullen. Dus dat is 48 keer een vierde tot de tweede. Min 24 keer een vierde. En ja, dit kan je natuurlijk ook bluffen. Hè? Je kan gewoon aan je rekenmachine vragen van, hey, wat is dIdx bij een vierde? En dan zegt die rekenmachine van, oh, dat is min 2,9999. Oh, dan zeg ik, oh, dat zal dan wel min 3 zijn. Nou, en er komt geen hond achter dat jij dit niet hebt uitgerekend. Behalve als hier iets fout staat en hier staat toch het goede antwoord. He, dan roept dat opeens vragen op natuurlijk. Maar als je alles goed doet, dan kan je dit op een veilige manier bluffen en dan merkt niemand wat van. Dus oké, nou, k is i is ax plus b. A dat was min 3. En die x waar ik doorheen ga, dat was x was een vierde plus b. En ik wil dat hier uitkomt een half. Deze. Nou, 3 keer een vierde is 3 vierde. Met een minteken, dan breng je naar de andere kant. Gaat het minteken weer weg. Dan heb je een half plus 3 vierde. Een half is eigenlijk 2 vierde. Dus dit wordt 5 vierde, ofwel 1 1 vierde. Dus dat betekent dat de vergelijking van k wordt gegeven door i is 3x plus 1 1 vierde. Beetje vervelend met breuken, maar het kan veel erger. Dus 3x plus 1 1 vierde. Laten we de 1 1 vierde volkomen overbodig even met de breukknop doen. Dan ziet het er leuk uit als een breuk. Dan kunnen we verifiëren dat het inderdaad echt min 3 had ik moeten doen. Dan kunnen we verifiëren dat het echt een raaklijn is. Dus min 3x. Oh, hier. Ik heb de min ook niet opgeschreven. Zo. Oké, zo zie je, als je je antwoorden even controleert op je grafische rekenmachine, dan kun je nog kleine foutjes ontdekken die dan geen punten meer kosten omdat je ze hebt hersteld. Kijk, dat is een mooie raaklijn. Is het jullie wel eens opgevallen dat als je een buigraaklijn hebt, dat kijk, die grafiek ligt hier helemaal onder de buigraaklijn. Zie je dat? Maar vanaf het punt waar die ook raakt, ligt die grafiek er helemaal boven. En normaal gesproken ligt de grafiek eigenlijk aan dezelfde kant van de raaklijn. Maar bij een buigraaklijn
ligt hij zo aan de ene kant en dan voorbij draait het opeens aan de andere kant. Dat is alleen maar in bij een buigraaklijn zo. En natuurlijk kan het zijn dat als je hier een raaklijn hebt, dat die grafiek dan vervolgens hier weer zo gaat of zo. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om hier ligt die grafiek helemaal onder de raaklijn. Terwijl als je een buigraaklijn hebt, dan ligt die bij dat raakpunt aan de ene kant eronder en aan de andere kant erboven. Dat is grappig. Oké, dat was som 2. Gaan we naar som 3. Op de diagonaal van een vierkant. Gegeven is een vierkant ABCD met zijde 2. Punt M is het midden van lijnstuk AB. Punt P ligt op diagonaal AC en valt niet samen met punt A of punt C. Zie de figuur. Oké, we gaan even het schetsje maken. Dus dit is ons vierkant met zijde 2. Dan hebben we lijnstuk AB in twee stukken verdeeld. En dat is dan punt M. En dan hebben we de diagonaal AC. Zo. En ergens op de diagonaal ligt punt P. Hallo, ik ben een filmpje aan het opnemen en natuurlijk nog heel lang. Dank u. Dus dan heb ik hier MP en hier BD. En zij zeggen van ja, als die P op een bepaalde plek ligt, dat hebben we nog niet gezien trouwens, laten we even verder in de vraag kijken. P kan zo worden gekozen dat de lijnstukken DP en MP loodrecht op elkaar staan. Breken exact de lengte van lijnstuk AP in deze situatie. Dus ze zegt van, kijk, als ik P hierover laat lopen. Kijk, als ik P hierbovenin leg, dan heb ik natuurlijk een scherpe hoek. Als ik P hier leg, heb ik een stompe hoek. Dus ergens daar tussenin heb ik wel een keer een rechte hoek. En de vraag is dan van, ja, maar hoe lang is die AP dan als dit een rechte hoek is? Nou, een rechte hoek, dat heeft te maken met Pythagoras. Als je een rechte hoek hebt, dan geldt de Pythagoras. Het heeft te maken met het product van de richtingscoëfficiënt is min 1. Het heeft te maken met inproduct van vectoren is 1. Dat zijn de dingen waar je aan denkt als iemand zegt, hey, er moet iets loodrecht zijn. Het lijkt mij leuk om het met vectoren te doen deze keer. Dus als je vectoren wil gebruiken, heb je natuurlijk een assenstelsel nodig. Dus dan maken we eventjes een assenstelsel. Je mag zelf kiezen waar dat assenstelsel zit, maar het lijkt mij handig om A gelijk te maken aan de oorsprong. Dus dan heb ik hier opeens een assenstelsel. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen wat vector m is. Vector m is gewoon de vector van de oorsprong naar m. Hè? Dus dat is 1, 0. En vector p weet ik niet. Maar ik weet wel dat de x- en de y-coördinaten hetzelfde zijn. Dus vector p is van de vorm pp. Dan ligt hij op de diagonaal. Met p is kleiner dan 2. En, even kijken, valt hij ook niet samen met C? Vast niet, hè? Er valt niet samen met punt A of punt C. Oké, dat betekent dat P moet liggen tussen 0 en 2. 2 is niet goed en 0 is ook niet goed. Maar daartussen is wel goed en dan heb je hier dat punt. Oké, nou, en vector D hebben we ook. Vector D is 0,2. Nou, en als je deze drie punten hebt, dan kan je de vectoren MP en DP gaan bekijken. Dan zeg je van, nou kijk, vector MP... Dat is vector P min vector M. Dus dat is P min 1, P. Dan hebben we ook vector DP. En DP is vector P min vector D. Dus dat is P en dan hier P min 2. Hè? Want D dat was 0, 2. Nou, en dan willen we dat het inproduct van deze dingen 0 is. Dus dan zeggen we van, nou, ik wil... dat inproduct van MP met DP gelijk is aan 0. MP dat was deze. En DP dat was deze. Dat moet 0 zijn. Dus dat betekent dat boven keer elkaar plus onder keer elkaar is 0. Dus dan krijg je P keer P min 1 plus P keer P min 2 is 0. Maar we hadden al gezegd dat P ongelijk 0 moest zijn. Dus we kunnen rustig door P delen. Dan houden we over 2P is 3.
Ja, als je die min 1 en die min 2 naar de andere kant brengt. Dus p moet anderhalf zijn. Dus nu heb je hier je a bij 0,0. En je hebt hier je p bij 1,5,1. Dus dan heb je hier rechthoekige driehoek. En dat is een 1,1 wortel 2 driehoek. Dus als dit 1,5 is, dan is dit 1,5 wortel 2. En dat werd gevraagd. AP is 1,5 wortel 2. Dus ja, die vergelijking die je krijgt, die is niet zo heel moeilijk. Alleen je moet niet denken dat je klaar bent als je hebt gezegd P is 1,5. Ze vragen namelijk de lengte van die AP. Dus dat is het instinker. Als je dat niet doet, dan kost het laatste punt. Dat is jammer, want je kan heus wel die AP uitrekenen. Maar je moet niet vergeten dat je dat ook daadwerkelijk moet doen. Oké, nou dit is wel een aardige vraag. En hij rijmt een beetje met een soortgelijke vraag in tijdvak 1. Want de herkansing is niet hetzelfde als de oorspronkelijke toets. Maar soms rijmt hij. En de ST's rijmen soms net iets meer dan de examens. Deze is best grappig. Als ze zeggen, voor x ligt tussen 0 en 2 pi, is de functie f gegeven door 1 gedeeld door 2 keer de sinus van x. Oké, zullen we eventjes tekenen. En dit gaat weg, die zooi. En dan hebben we hier 1 gedeeld door 2 sinus x. En x loopt van 0 tot 2 pi. Zit er nog wel een asymptoot ergens in, maar dat hoeven ze niet op die manier te vermelden. En de i, ik denk dat als ik hem van min 3 tot 3 laat lopen, dat ik het wel mooi in beeld krijg. Dus laten we het maar even proberen. Daar is die. Ja, dat ziet er wel aardig uit, toch? Oké. En dan zeggen ze bij som 4, bereken exact het bereik van f. En dan krijg je maar liefst 5 punten voor. En het bereik is alles wat eruit kan komen. Dus je ziet hier, als je die grafiek ziet, die is ook gegeven. Hier is een top en dan alles wat eronder zit komt eruit. En hier is ook een top, hè, een berg en een dal, top. En alles wat hierboven zit komt eruit. Dus als je nou gewoon uitrekent wat hier het maximum is en hier het minimum is. Dan kan je daaruit wel afleiden wat het bereik is. Dus laten we eens beginnen met de afgeleide opstellen van dit ding. Dus fx, laten we even netjes overschrijven. Fx is 1 gedeeld door 2 keer de sinus van x. Ofwel een half keer de sinus van x tot de macht min 1. Als je dat niet doet, dan moet je dit met de quotientregel gaan differentiëren. Dat mag wel, maar het is makkelijker om het even zo te doen. Dan kan je het met de kettingregel doen. Dus dan zeg je f accent x is gelijk aan, die half blijft staan, die min 1 komt ervoor. Hier gaat er dan eentje van af in de exponent, dus het wordt min 2. En je moet ook nog doen keer de afgeleide van wat erin staat, vanwege de kettingregel, keer cosinus x. Dus die afgeleide, die luidt min cosinus x gedeeld door 2 sinus x in het kwadraat. En een gebruikelijke notatie is dat je dat kwadraat dan hier zet. Dat doe ik ook wel eens, maar dit vind ik duidelijker. Oké, nou, die afgeleide moet 0 zijn. We willen dat dit 0 is. En als een breuk 0 is, willen we eigenlijk gewoon dat de bovenkant 0 is. Dus we willen dat de cosinus x, of minder cosinus van x, dat maakt niet uit, gelijk is aan 0. En dat geeft hier dat x is een half pi, of x is 1,5 pi. Oké, nou, en die waarden kunnen we dan invullen in f. Dus dan krijgen we dit eruit. Dan krijgen we hier f een half pi. Nou, dat is gelijk aan 1 gedeeld door 2 keer de sinus van een half pi. Sinus van een half pi is 1, hè, dus dit is een half. En op dezelfde manier kunnen we de f van 1,5 pi uitrekenen. Dat is 1 gedeeld door 2 keer de sinus van 1,5 pi. En dat is min 1. Dus dan kom je hier uit op min 1,5. Dus het bereik, dat is i is kleiner of gelijk aan min 1,5. Of i
is groter dan of gelijk aan een half. En die waarde daartussen, daar komt die nooit. Oké. Voor elke waarde van a is de functie ga gegeven door ga van x is a keer de cosinus van x met domein van 0 tot 2 pi. In figuur 2 zijn voor een waarde van a de grafieken van f en g weergegeven. In deze situatie hebben de grafieken geen punten gemeenschappelijk. Oh, klopt dat? Ja. Als je waarde van a verandert, verandert de amplitude van de grafiek van g. Bereken exact voor welke waarde van a de grafieken van f en g geen punten gemeenschappelijk hebben. Oké, nou, en dit was de reden dat ik dit een leuke som vond. Want als je kan uitrekenen voor welke waarde van a ze geen punten gemeenschappelijk hebben, kun je vast ook uitrekenen wanneer ze elkaar raken. En dat raken, dat is nou precies datgene wat ze in ongeveer deze situatie hadden gedaan in tijdvak 1. Maar voor dit raken hoef je niet te differentiëren, hoef je niet moeilijk te doen. Ze hebben eigenlijk gewoon een heel eenvoudig argument waarmee je kan laten zien van kijk, nu raken ze. Gaan we ook even checken. Dus even opschrijven wat we willen. Dus we willen dat fx ongelijk is aan gax voor alle x. Dus 1 gedeeld door 2 keer de sinus van x. We gaan kijken wanneer het wel gelijk is. Dus we gaan kijken wanneer 1 gedeeld door 2 keer sinus x gelijk is aan a keer de cosinus van x. Oké, nou, wat je kan doen is, je kan beide kanten vermenigvuldigen met 2 sinus x. En dan staat er 1 is a keer 2 sinus x cosinus x. Maar 2 sinus x cosinus x, dat is gewoon sinus 2x. Dus hier staat 1 is gelijk aan a keer de sinus van 2x. Nou, de sinus van 2x, dit ding, dat zit tussen min 1 en 1. Ja, want dat is de sinus. En als ik wil dat het 1 is, dan kan dat wel. Maar dan moet die a, die moet niet te klein zijn. Anders werkt het niet. Dus ik zeg eigenlijk van nou kijk, als als je a is kleiner dan 1. En natuurlijk ook groter dan min 1, hè. Want als hij groter is dan min 1, dan zit hij op zijn kop. En dan kan hij wel weer 1 zijn, want hij wordt wel hartstikke negatief. Dus als a tussen min 1 en 1 in ligt, dan heb je geen oplossing. Geen oplossingen. Als a tussen. En voor tussen hadden we een speciale notatie. Hè? Dat was min 1. Kleiner dan a. Kleiner dan 1. En dit spreek je uit als a ligt tussen min 1 en 1. Nou, gaan we even checken. Wat gebeurt er nou als a gelijk is aan 1? Dan heb ik hier dus de cosinus van x. En die raakt inderdaad prachtig, zie je dat? Dus we hebben nu rakende functies gemaakt zonder te differentiëren, zonder heel erg moeilijk te doen. In dit geval kon je vrij makkelijk laten zien van nou kijk, als a ligt tussen min en 1, geen punten gemeenschappelijk. Als ik precies op die grens zit, ja, dan heb ik wel een punt gemeenschappelijk. Dus dat moet er wel een raakpunt zijn. En als je dan die a nog groter maakt, laten we even kijken, dan gaat die echt meerdere keren snijden. Dus ik heb hier anderhalf cosinus x, even als voorbeeld. En dan zie je dat hij nu opeens die blauwe 4 keer gaat snijden. Zie je dat? Dus best een grappige som dit. Leuke terugblik op tijdvak 1. Oké. Efficiënt testen. Ah, de wiskunde A-vraag. Heel veel tekst. Een teken is een parasiet. Teken, bla bla bla. Ziekte van Lyme, dit en dat. Vervelend, vervelend, vervelend. Testen. Nou, de essentie is, als je 100 dingetjes moet testen, kan je ze allemaal apart testen. En als je er dan 1000 hebt, dan moet je 1000 testen doen. Maar je kan ze ook samenvoegen. En dan kan je een groepje tegelijk testen. En dan als dat hele groepje gewoon negatief test, als in de zin van er zit niks in, dan hoef je ze afzonderlijk niet meer te testen, want dan weet je dat ze allemaal niks hebben. En als zo'n test van zo'n groepje positief is, dat betekent in minstens één van die dingen zit wat, ja, dan moet je ze alsnog per stuk gaan testen. Dus het uitgangspunt van deze som is, als je op een slimme manier test, dan heb je minder tests nodig. En dat is dan efficiënt. Oké, nou dat staat hier een beetje in de tekst.
Het aantal monsters dat wordt samengevoegd voor één test is n. Als n is 2, worden dus ook twee monsters samengevoegd voor een test. Als het mengsel de bacterie bevat, ofwel positief wordt getest, dan worden twee monsters nog eens apart getest. Het totaal aantal testdelen dat verwachting nodig is, hangt af van n. Volgens de formule 1000 keer tussen haakjes 1 plus 1 gedeeld door n min 0,8 tot de macht n. Oké, nou dat zal dan wel. Met n is groter dan of gelijk aan 2. Ja, want als je er 1 samenvoegt, dan is het eigenlijk gewoon hetzelfde als niks samenvoegen. En dan moet je nog maar even afvragen. Wat komt er dan uit deze formule? Hè? Als n is 1, dan staat er 1 plus 1 min 1. Ja, dan heb je 1000 tests nodig. Nou oké, okay, op zich geeft deze formule wel een zinvol antwoord voor n is 1. Dat is wel weer fijn. Oké, okay, misschien willen jullie ze ook wel even kijken. Ja. We bekijken nu eerst de grafiek van deze formule voor t. De grafiek is weergegeven voor hiernaast. De grafiek heeft een laagste punt. Bepaal het beeld van de afgeleide van t. De helling van de grafiek voor n is 4. En beredeneer daarmee of het laagste punt links of rechts van n is 4 ligt. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we even kijken. Dus we hebben die t, de formule van t is 1000 keer 1 plus 1 gedeeld door n min 0,8 tot de macht n. En we moeten hem gaan differentiëren. Nou, die 1000 laten we gewoon even staan. En dan die 1 differentiëren geeft 0, die 1 gedeeld door n differentiëren geeft min 1 gedeeld door n kwadraat. He, want dit was n tot de macht min 1 en die min 1 komt ervoor en dan krijg je tot de macht min 2 en dat schrijven we dan zo op. Maar dat mag je gewoon zo opschrijven in één keer. Min 0,8 tot de macht n keer de ln van 0,8. Dat was exponentiële functie. Kreeg je bij differentiëren kreeg je zo'n ln. En hier moeten we 4 invullen. Dus dan doen we t-accent plekje 4. Nou, dan krijg je dus die 1000 en die min 1 gedeeld door 4 in het kwadraat plus 0,8 tot de macht 4... keer de ln van 0,8. Ja. Oké, okay. Dat gaan we dan maar even intoetsen. Dus dat is 1000 keer min 1 zestiende hè, plus 0,8 tot de macht 4. Bij 4 en n lijken soms een beetje op elkaar, maar ja, we weten dat het een 4 moet zijn. Keer de ln van 0,8 en dan kom je uit op een getalletje min 153. Dat komt me niet heel erg bekend voor. Nee. Oké, okay, wat heb ik hier verkeerd gedaan? Nou, ik heb hier een plus opgeschreven in plaats van een min. Dat moet een min zijn, net als hier. Oké, okay, dat pas ik aan in de rekenmachine. En dan kom je uit op 28,89 of zo. Dus dat betekent dat bij n is 4 is die grafiek stijgend. Ja. Dus bij n is 4 stijgt de grafiek. Ja, als die stijgt, dan ligt het minimum niet aan deze kant. Dan ligt het minimum aan die kant. Dus minimum ligt links van 4. Oké, okay, nou, dat is leuk. Dan komt er ook iets grappigs. Te zeggen, deze methode om het laagste totale aantal tests te bepalen wordt ook gebruikt bij het testen op andere soorten besmetting. Ja, met andere woorden, de formule wordt anders. De fractie besmette monsters wordt daarmee steeds voorgesteld door de variabele p. Voor de eerder genoemde besmetting door teken geldt dat ongeveer 20% besmet is, dus wordt gerekend met p is 0,2. Als er niet 1000 maar n monsters worden getest, ziet formule 1 er voor willekeurige p als volgt uit. Oké, okay, die is vast belangrijk, die schrijven we even op.
Soms even. Onze nieuwe TN is N keer 1 plus 1 gedeeld door N. Waarbij N dat het totaal aantal monsters is, hoofdletter N. Een kleine N is hoeveel je er samenvoegt, hè, hoeveel je er in een batch doet. En hier krijg je 1 min P tot de macht N. Oké. T is het totaal aantal verwachte test. N is het aantal monsters dat wordt samengevoegd. En P is de fractie van het monsters. Goed. In de praktijk werkt men in een laboratorium niet met de formule, maar met een tabel. Tuurlijk, zo'n formule is veel te moeilijk voor mensen in een laboratorium. Als bekend is welke fractie van het teken P besmet is, kan in zo'n tabel worden afgelezen voor welke waarde van N het verwachte totale aantal tests TN zo laag mogelijk is. Om die laagste waarde te vinden, wordt bepaald bij welke waarde van P geldt TN is TN plus 1. En geldt dan het volgende verband. Bewijs dat dit verband juist is. Oké, hey, maar meneer, we gingen toch altijd het minimum zoeken door te differentiëren en te zeggen dat de afgeleide 0 moet zijn. Ja, maar die kleine n in deze formule, die moet een geheel getal zijn. En als je met behulp van differentiëren een n vindt, dan moet je alsnog gaan proberen of je naar beneden of naar boven moet afronden om het echte minimum te vinden. En het aardige van deze methode, met die tn is tn plus 1, is dat je weet dat jouw optimale n ergens tussen de n en de n plus 1 ligt. Dus dan kan je altijd meteen zeggen welke n je moet doen. Dus dit is voor formules waarin je een gehele waarde van n alleen maar mag gebruiken eigenlijk. Is dit een hele elegante methode om de n te vinden waarvoor je een minimum hebt. Dat is heel grappig. Maar goed, wij moeten laten zien dat uit de opmerking tn is tn plus 1 volgt die gekke formule 3. Namelijk n keer n plus 1. Keer p keer 1 min p tot de macht n is 1. Nou, dat is nogal wat. Laten we dat gewoon maar even doen. Dus even kijken hoor. De tn plus 1 gaan we nog even apart uitschrijven. En dan kunnen we gaan eisen dat ze gelijk zijn. Dus tn plus 1 is hoofdletter n keer 1 plus 1 gedeeld door n plus 1 min 1 min p tot de macht n plus 1. Oké, en nu willen we dus dat het gelijk is. Dus nu gaan we zeggen van ja, hoofdletter n keer 1 plus 1 gedeeld door n min 1 min p tot de macht n is gelijk aan hoofdletter n keer 1 plus 1 gedeeld door n plus 1 min 1 min p tot de macht n plus 1. Goed, ja, dat ziet er best wel smerig uit. Maar, beste mensen, wij kunnen natuurlijk hier die n'en wegstrepen. Deze n kunnen we doordelen. En is toch geen 0. Hè? En als we door n hebben gedeeld, dan hebben we aan beide kanten hier die 1 staan. Die 1 kunnen we dan ook wegstrepen. Dus dan houden we over 1 gedeeld door n min 1 min p tot de macht n is gelijk aan 1 gedeeld door n plus 1 min 1 min p tot de macht n plus 1. Nou, de wens is de vader van de gedachte, zeggen we dan. We hebben hier geen 1 min p tot de macht n plus 1. Dus als we nou gewoon eens eventjes deze 1 min p tot de macht n plus 1 eventjes gaan splitsen. En ik stel ook voor om heel eventjes die breuken aan dezelfde kant te zetten. Misschien kunnen we ze dan optellen of zo. Dus als we nou deze die kant opbrengen en deze die kant opbrengen, dan staan de n'en bij elkaar en dan staan de p's bij elkaar. Misschien hebben we daar wat aan. Dus dan hebben we 1 gedeeld door n min 1 gedeeld door n plus 1 is gelijk aan min 1 min p tot de n keer 1 min p. Ja, dat is die 1 min p tot de eerste, die heb ik eventjes losgehaald. Plus 1 gedeeld door p
tot de ende. Goed, nou, deze breuken samenvoegen. Dan deze breuken vermenigvuldigen we boven en onder met n plus 1. Dus dan staat er n plus 1 gedeeld door hi n keer n plus 1 min n keer n gedeeld door, of n gedeeld door n keer n plus 1, ja. En dan, ja, laten we hier dan die stomme haakjes maar even uitwerken. Dus dan krijg je min 1 min p tot n de min of plus p keer 1 min p tot n de plus 1 min p tot n de. Nou, als je dit samenvoegt, dat is leuk, dan valt die n weg, zie je dat? Dan heb je bovenin de breuk heb je geen n meer, want je hebt n plus 1 min n, dus dat geeft gewoon 1. Dus je krijgt hier 1 gedeeld door n keer n plus 1. En dit valt ook weg, die valt weg tegen die. Dus houden we hier over p keer 1 min p tot n. En dan kan je beide kanten nog vermenigvuldigen met n keer n plus 1. En dan heb je hun formule. Dus dan krijg je n keer n plus 1 keer p keer 1 min p tot n is gelijk aan 1. Dus grappige formule. Oké, bewijs dat dit verbond juist is, hebben we gedaan. Met behulp van formule 3 kunnen de grenswaarden voor p worden bepaald. Voor een aantal waarden van n staan de grenswaarden voor p weergegeven in de tabel hiernaast. In de tabel is bijvoorbeeld te zien dat voor waarden van p tussen 0,0411 en 0,0656 bij een keuze van n is 5 totale aantal tests zo klein mogelijk is. Nou, dat is leuk. Van een bepaalde besmetting is bekend dat p is 0,025. Dus dan zit je dus hier tussen. Zie je dat? Tussen de 0,0283 en 0,207. En kennelijk moet je dan de onderste nemen. Dat geven ze in het voorbeeld ook. Als p hier tussen zit, dan moet je n is 5 nemen. Nou, maar in ons geval zit p hier tussen, dan moeten we n is 7 nemen. Met behulp van de tabel en formule 2 kan nu worden berekend van maximaal hoeveel monsters n bepaald kan worden of ze besmet zijn of niet. Naar verwachting, hè? Want dat was een verwachting van hoeveel tests je nodig hebt. Dus niet een garantie van dat kan zeker weten met zoveel tests. Dus het is een beetje een rare vraag als je het op die manier bekijkt. Bereken met behulp van de tabel en formule 2 van maximaal hoeveel monsters n bepaald kan worden of ze besmet zijn of niet. Ja, ik wil een beetje bezwaarlijke vragen eigenlijk zo. Ja, misschien snap ik hem zelf niet goed. Kan ook. Dus uit de tabel volgt, heb ik net uitgelegd, dat n is 7. En formule 2, dat was die. Dus tn, het aantal tests wat je nodig hebt, was hoofdletter n keer 1 plus 1 gedeeld door kleine n, maar kleine n, dat was 7. Zo. Dus 1 plus 1 gedeeld door 7 min 1 min 0,025 tot de macht 7. En hoeveel tests hadden ze dan? Even kijken hoor, iets. Het totale, men wil het van, men wil dat het verwachte totale aantal tests. Ja, als je dat als eis stelt. Maar je hebt natuurlijk gewoon een aantal tests in de kast liggen. Je zegt, ik heb 750 tests. Hè, en als je wil dat een verwacht aantal niet groter is dan iets. Ja, een beetje flauwe vraag. Maar oké. Misschien is het wel zinvol. Oké, dus het aantal tests, het verwachte aantal tests, dat moet 750 zijn. Nou, dan hebben we hier een vergelijking waarin alleen die n onbekend is. Dit is een lineaire vergelijking. Dus je doet n is 750 gedeeld door deze bagger. Oké, nou, dus 750 gedeeld door, haakje openen, 1 plus 1 zevende. Dat is echt een beetje de wiskunde aanvraag. Als je dat examen ziet, hoeveel lelijke getallen en rare vergelijkingen dat er allemaal weer had opgeleverd. En misschien gaan ze volgende keer weer kansrekening in het examen doen of zo. Een paar leuke vragen. En dan kom je uit op 2456,8.
Maar ja, dan zeg je 2457, dan is het meer dan 750. Dus dan rond je in dit geval af naar beneden. In het correctievoorschrift zijn ze genadig. Als jij hier toch naar boven afrondt, wat eigenlijk fout is, krijg je nog steeds alle punten. Dus dat is het hele van het examen, van het antwoordmodel. Oké, begrensde gebieden. De functie f is gegeven door fx is 4 gedeeld door wortel van x plus 1. Oké, gaan we even opschrijven. Fx is 4 gedeeld door de wortel van x plus 1. De gefixeerd i als in het punt 0,4. Ja, dat zal wel. Okay. Even een standaard window. Even kijken of het een beetje leuk uitziet. Ja, ziet er prima uit. Oké. En ja, hij doet dat natuurlijk niet bij min 1. Hè. Dan heb je die asymptoot. Dus laten we gewoon laten beginnen bij min 1. Zo. Oké. Gaan we verder met de som. In figuur 1 is van f weergegeven, ook is de rechthoek weergegeven, die wordt begrensd door de x als de y as, de lijn met vergelijking i is 4 en de lijn met vergelijking x is q met q is groter dan 0. De grafiek van f verdeelt deze rechthoek in twee delen. Er is één waarde van q waarbij de oppervlakte van deze twee delen even groot zijn. We rekenen exact deze waarde van q. Oké, dus je hebt dat gebiedje. De rechthoek, en die wordt in twee stukken gehakt door die grafiek. En dit is q, en dit is 4. En die grafiek die doet dit, zo. En dan de vraag is van, hey, wanneer zijn die twee gebieden nou gelijk? Dus wat je moet realiseren is dat als ik wil dat ze gelijk zijn, kan ik ook gewoon zeggen dat onderste ding hier moet de helft zijn van de rechthoek. En dat zeg ik omdat dat onderste ding makkelijk te berekenen is met een integraal. Dus we gaan zeggen, ik wil dat de integraal van 0 tot q van 4 gedeeld door wortel x plus 1, dat die gelijk is aan de helft van de rechthoek. En de rechthoek, ja, dat is gewoon q bij 4, dus dat is 4q, ofwel 2q. Dit is wat ik wil. Nou, en dat kun je dan gaan. Dan moet je gaan primitiveren en zo. Dus hoe zal het ook weer? Primitieven van een wortel. Dit is tot de macht min een half. Hè? Dus dan doe je er gewoon een macht eentje bij. Dus dan wordt het gewoon een wortel. Maar als je een wortel differentieert, spuugt hij een half uit. Terwijl ik hier al een 4 heb. Dus nadat ik gedifferentieerd heb, wil ik dat er een 4 overblijft. Dus dan moet er een 8 staan. Dus als ik 8 keer deze wortel ga differentiëren, dan gaat het gedeeld door 2 vanwege die macht een half. En dan krijg je precies hier die 4 en dan krijg je tot de macht min een half. En dat geeft precies die wortel hier aan de onderkant. Dus dat is fijn. Evalueren in de grenzen 0 en q. En dan moet 2q uitkomen. Oké, nou, en dan gaan we q invullen en 0 invullen. Dus dan krijg je 8 keer de wortel van q plus 1 min 8 keer de wortel van 0 plus 1. Maar dat is gewoon 8. Dat moet 2q zijn. Gaan we die min 8 naar de andere kant brengen. En alles door 2 delen. Dus dan staat er 4 keer de wortel van q plus 1 is gelijk aan q plus 4. En dan gaan we hier even verder. Dan gaan we de zooi kwadrateren. Dus dan krijg je hier 16. Dan krijg je hier q plus 1. En dan krijg je die q plus 4. Ja, dat wordt dan een q kwadraat plus 8q... plus 16. Nou, het aardige is dan, als je die haakjes uitwerkt, die 16 valt weg. Die 16 valt weg tegen die 1, zeg maar. He, dus dan hou je over q kwadraat. En die 16q brengen we naar de andere kant. Min 8q is 0. Dus dat geeft q is 0 of q is 8. Maar q is 0 voldoet niet, want er stond in de som dat q groter moest zijn dan 0. He. Dus q is 8 is mijn antwoord. Nou, even controleren. De oppervlakte van de rechthoek is 8 keer 4, is 32. En dan moeten we even kijken wat die integraal is. Dus dan gaan we de integraal doen van 0 tot 8 onder dat ding. Dus dan doen we mat 7. De oppervlakte onder dat ding is de integraal van dat ding. Hè? Van 0 tot 8. Komt er dan 16 uit? Ik hoop het wel.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan hebben we het goed gedaan. Toch wel weer mooi even 7 punten verdiend. Dan zeggen ze, de functie g is de inverse functie van functie f. Het gebied dat wordt ingestoten door de grafiek van f, de grafiek van g en de lijn met vergelijking x is 4, is in figuur 2 grijs gekleurd. Bereken de oppervlakte van dit gebied, geef je eindantwoord in 1 decimaal. Oeh, de inverse van f. Hoe zat het ook alweer? Nou. Fx, dat was 4 gedeeld door, even kijken. 4 gedeeld door wortel van x plus 1. Hè, dus i is 4 gedeeld door wortel van x plus 1. Nou, dan kan je deze twee kan je verwisselen. Of je gaat kruisingsvermenigvuldigen. Dan staat er wortel x plus 1 is gelijk aan 4 gedeeld door i. Nou, die wortel kun je weghalen door te kwadrateren. Dus dan krijg je x plus 1 en dan krijg je 16 gedeeld door i kwadraat. En dat geeft dan dat x is 16 gedeeld door i kwadraat min 1. Ofwel de inverse functie f-inf. Hè, die is gelijk aan 16 gedeeld door x kwadraat min 1. De laatste stap van het doen van je inverse, dat was x en y verwisselen. Sommigen doen het als eerste. Het boeit niet, maakt niet uit wanneer je dat doet. Maar ja, de inverse van een functie van x is ook een functie van x. Dus op een gegeven moment zullen je rollen van x en y moeten verwisselen. En dan moet je dat snijpunt berekenen. En ik realiseer me dat het hier niet exact hoeft. Maar ik wil toch even kijken hoe ver we komen. Je wordt er niet gelukkig van als je dit gelijk moet stellen. Want dan krijg je een vierde graadse vergelijking of zo. Maar je wil... Ja, sowieso is dit kansrijk. Misschien wel. Kijk, zo'n snijpunt van een functie en zijn inverse, dat zit ook op de lijn i is x. Want in dit punt zijn x en i gelijk. Daarom snijden de functie en de inverse elkaar. Dus wat ik eigenlijk wil oplossen, ik wil fx is x. Als ik dat heb opgelost, dan heb ik het snijpunt van die functie en zijn inverse. Dus even kijken of er wat leuks uitkomt. Dan krijg je dus 4 gedeeld door wortel van x plus 1 is gelijk aan x. Dan willen we natuurlijk van die dan willen we de boel kwadrateren. Dan willen we van die wortel af. Dus dan krijg je 16 is x plus 1. 16 gedeeld x plus 1 is x kwadraat. Dat wordt een derde graadse vergelijking. Ja. Nee, dat wordt niet fijn. Nou, dan snap ik wel dat die niet exact hoeft. Dus, dan gaan we de 16 gedeeld door x kwadraat min 1 even invoeren. En we kijken of dit er een beetje uitziet zoals we verwachten. Ja, dat ziet er wel geloofwaardig uit. Dan gaan we het snijpunt zoeken. Dus dan zeggen we van, oké. I1 is 4 gedeeld door wortel x plus 1. I2 is 16 gedeeld door x kwadraat min 1. Zo, en dan doen we calc-intersect. Calc-intersect geeft. Nou, second trace optie 5. 3 keer enter. Er is maar één snijpunt. Dat zit bij 2,22 nog wat. Dus als ik lui ben, schrijf ik het zo op. Dat snijpunt, dat sla ik even op. Dat zit nu in ans. Kijk. Dat sla ik even op in a. Want mijn ans verandert elke keer. En die a die verandert alleen maar als ik dat wil. En nu moet ik een integraal berekenen. De grote min de kleine. Dus ik moet doen de integraal van 2,2 puntje, puntje, puntje. Tot 4. Want het gebied was begrensd door x is 4. Van de grote min de kleine. De grote is f. En de kleine, dat was die inverse. Met haakjes natuurlijk. Hè. 16 gedeeld door x kwadraat min 1. Oké. Okay. Nou, we hebben alles al in onze rekenmachine staan. Dus we kunnen gewoon hier zeggen van, nou, ik wil f en int. Je moet je officieel even zeggen dat je f en int gebruikt. Meestal zijn ze soepel met nakijken. Maar ik zeg altijd tegen mijn leerlingen van, je moet even je f en int opschrijven. Die ondergrens was a. Die bovengrens was 4. De grote, dat was i1. Dus die kun je maken met vars
i vars function i1 min, en i2, dat is die inverse, die kun je maken met dezelfde manier, vars i vars function i2. En nou, de uitkomst van deze f en int is dan dat wat we willen. En die komt uit op 2,1, hè, moest op 1 decimaal. Oké, gaan we naar de volgende vraag. Cirkels en lijnen. Voor t ligt tussen 0 en 2 pi inclusief, beweegt een punt P over een cirkelvormige baan CP met middelpunt 0,0 volgens beweegingsvergelijking en bla bla bla. Dus gewoon de tweeheidscirkel, zeg maar. De eenheidscirkel, maar dan twee keer zo groot. En dan hebben ze ook nog een punt Q en die beweegt ook over een cirkelvormige baan, maar dan die zit een stukje opzij. Die heeft als middelpunt 2,0 en straal 1. En dan zeggen ze hoek POQ. Is afhankelijk van T. In figuur 1 zijn beide cirkels CP en CQ weergegeven. Ook zijn de lijnstukken OP en OQ weergegeven voor een waarde van T. Waarvoor OP en OQ loodrecht op elkaar staan. Bereken exact de waarde van T waarvoor OP en OQ loodrecht op elkaar staan. Oké, okay. Nou, vorige keer hebben we het met factoren gedaan, toch? Maar die andere som, het is ook weer een beetje meer van hetzelfde natuurlijk. Laten we het nu met richtingscoëfficiënten proberen. Dat komt gewoon op hetzelfde neer. Maar het ziet er anders uit. Dus, wat is de richtingscoëfficiënt van OP? Nou, dat is eigenlijk gewoon de y-coördinaat van P gedeeld door de x-coördinaat van P. Want ja, dat is min 0 en min 0. Want dat punt waar je mee vergelijkt is de oorsprong. Nou, IP is 2 sinus t. En de x van p is 2 cosinus t. En dus dan die factoren 2 die vallen weg. Dus dan hou je hier gewoon over sinus t gedeeld door cosinus t. Ofwel de tangens van t. Of dat handig is, weet ik nog niet. Ik laat het even zo staan. Dan hebben we ook de richtingscoëfficiënt van OQ. En de richtingscoëfficiënt van OQ is gewoon de y van Q gedeeld door de x van Q. Dus dan krijg je sinus t gedeeld door 2 plus cosinus t. Zo. Ja, daar kunnen we verder niet zoveel mee. En nu willen we dat het product van deze dingen gelijk is aan min 1. Dus nu willen we dat sinus t gedeeld door cosinus t keer sinus t gedeeld door 2 plus cosinus t, dat dit gelijk is aan min 1. Dat wil ik. Oké, nou, laten we dan eerst eventjes die sinussen met elkaar vermenigvuldigen. Dat geeft sinus kwadraat t. En aan de onderkant krijg je dan een 2 cosinus t plus een cosinus kwadraat t. En dat moet dan min 1 zijn. Dus ja, laten we alles vermenigvuldigen met dit. En dan gebeurt er op zich nog wel iets grappigs. Kijk maar. Dus dan krijg je sinus kwadraat t is gelijk aan min 2 cosinus t min cosinus kwadraat t. Maar die min cosinus kwadraat t kan je naar die kant brengen. En dan staat er sinus kwadraat t plus cosinus kwadraat t. En dat is 1. Dus dan heb je 1 is gelijk aan min 2 cosinus t, ofwel cosinus t is gelijk aan min een half. Nou, cosinus t is min een half, dat betekent dus de x-coördinaat op de ene cirkel moet min een half zijn. Dan heb je te maken met t is 2 derde pi, of t is het spiegelbeeld in de x-as, dus dat is dan 1 derde pi, ja? Ofwel min 2 derde pi. Maar dat is niet op het domein. Oké, nou. Hebben zij dat ook? Ja, dat hebben zij ook. Mooi. Dan. De lijn door P en Q snijdt de
x als in punt A. De x-coördinaat van A is onafhankelijk van t. Dat is leuk. Dan moeten we weer een richtingscoëfficiënt gaan bepalen. Oh ja, maar ik wil hier ook graag even iets anders doen dan het antwoordmodel. Kijk, normaal gesproken heeft een lijn deze vorm. Hij is ax plus b, toch? Maar het is niet verboden om een lijn in deze vorm te schrijven. X is ai plus b. Het voordeel van deze vorm is dat deze b, dat is meteen de x-coördinaat van het snijpunt met de x-as. Want normaal gesproken, als je het zo doet, dan moet je eerst die vergelijking opstellen en dan oplossen is 0. Maar als je de lijn in deze vorm opschrijft, dan heb je meteen bij je b al je antwoord. Dit is korter. Het enige probleem is dat je richtingscoëfficiënt wordt andersom. Je richtingscoëfficiënt wordt hier delta x gedeeld door delta y. Maar ja, dat kunnen we uitrekenen, toch? Oké, dus de richtingscoëfficiënt delta x gedeeld door delta y, de verandering van x. Ja, er wordt geklopt. Hallo. Oké. Nee, geen idee. Kijk even op het rooster. Ja, daar stond dat het deze lokaal was. Oh, maar ik dacht dat ze dit lokaal vrij hadden geroosterd. Ik zal eventjes kijken op mijn rooster. Er zit er namelijk een activiteit in van mij. Misschien knip ik dit er wel uit, hoor. We hebben al gevonden. Ja, hartstikke goed. Oké, doei. Ja, dan gaan we er gewoon weer verder, want ik heb nog geen zin om erin te gaan knippen. Het duurt allemaal veel te lang. Oké, de verandering van x. Dus x, dus laat ik het even netjes uitschrijven. We kunnen doen de x van q min de x van p gedeeld door de y van q min de y van p. De x van q is 2 plus cosinus t. De x van p is 2 cosinus t. En de y van q is sinus t. En de y van p is 2 sinus t. Dus wat krijg je dan? Nou, dan krijg je 2 min cosinus t. En onderin krijg je min sinus t. Dat is dan je zogenaamde richtingscoëfficiënt als je het in deze vorm doet. Dus dan krijg je x is 2 min cosinus t gedeeld door min sinus t keer y plus b. Nou, die b vind je dus door voor x en y een punt in te vullen. Dus als ik nou voor y gewoon even de y van q invul, dan weten we, even hier, dat we doen dus punt q. Dus met de x en de y. Dus dan weten we dat de uitkomst moet zijn 2 plus cosinus t. En dat is dan gelijk aan 2 min cosinus t gedeeld door min sinus t keer sinus t plus b. Oké, nou, maar als ik dit gedeeld door sinus t en keer sinus t kan ik wegstrepen. Dat minteken, daardoor wordt dit een min en dat een plus. Dus dan heb ik 2 plus cosinus t is min 2 plus cosinus t plus b. Maar die cosinus t valt dan weg, dus dan heb je b is 4. Nou ja, en dat betekent dus dat het is onafhankelijk van t, want het is namelijk 4. En 4 is onafhankelijk van t. Dat is grappig. En dus ik denk dat dit een leuke methode is. Goed, dan. Punt M is het midden van lijnstuk PQ. Op t is 0 beginnen P en Q vanaf de x-as naar boven te bewegen. Punt M beweegt dan mee naar boven. En voor in figuur 2, 3 en 4 is voor 3 waarden van t de situatie weergegeven. Ja, super interessant. Dus eerst ligt hij op de cirkel. Dan ligt hij buiten allebei de cirkels. En dan ligt hij weer op de andere cirkel.
Punt M ligt een percentage van de tijd waarin de punten P en Q een volledige baan doorlopen buiten de twee cirkels. Bereken dit percentage. Geef je antwoord als geheel getal. Hè, een percentage berekenen. Leuk. Het voegt ook zoveel toe om te zeggen dat je een percentage moet uitrekenen. In plaats van gewoon hoeveelste deel of hoe lang of whatever. Maar goed. Dus. Nou, toen ik deze som voor het eerst zag, dacht ik. Toen hoopte ik dat er een of ander mooi meetkundig argument was of zo. Om die T makkelijk te bepalen. Maar het lijkt erop dat er niks anders op zit dan gewoon heel dom met brute force die coördinaten van die M te gaan zitten berekenen. En dan maar gewoon te kijken wanneer ze een goede afstand hebben tot de oorsprong. Dus dus we gaan even naar som 13. Die M, punt M, dat is het midden van P en Q. Dus dat is de x-coördinaat van P plus de x-coördinaat van Q gedeeld door 2. En dat is de y-coördinaat van P plus de y-coördinaat van Q gedeeld door 2. Nou, die coördinaten die staan natuurlijk in de som, maar die ken ik niet uit mijn hoofd. Dus eventjes hier erbij pakken. Dus dat is 2 cosinus t plus 2 plus 2 cosinus t. Dat is 3 cosinus t plus 2. Gedeeld door 2. En met de i'en doe je hetzelfde, dan tel je die sinus op. Dus dat wordt gewoon 3 sinus t. Gedeeld door 2, dat is je m. En eigenlijk we willen uitrekenen wanneer om gelijk is aan de straal van die grote cirkel. Wanneer het gelijk is aan 2. Dus dit kunnen we op de rekenmachine intoetsen. En ik denk dat ik het onszelf een beetje makkelijk wil maken. Dus ik ga die x en die y-coördinaat even apart intoetsen. En dan ga ik dat Pythagorassen, dat ga ik dan wel doen met een kunstje. Dus de eerste levert op 1,5 cosinus t plus 1. Dat is mijn x-coördinaat. En die andere wordt 1,5 sinus x, sinus t. Hè. Zo, dit schrijf ik allemaal niet op hoor. Ik bluf gewoon straks dat ik het direct met Pythagoras heb gedaan. Dus i1 is de wortel van die in het kwadraat. En de wortel van die andere in het kwadraat. En i2 is dan 2. En dan kunnen we kijken wanneer dat snijdt. Maar ik vind dat te moeilijk om dat in één keer in te toetsen. Dus ik doe het met vars i-vars function i1 in het kwadraat. Plus vars i-vars function i2 in het kwadraat. Je kan ook de wortel weghalen en eisen dat er 4 uitkomt. Dat is misschien nog makkelijker, maar daar ben ik nu te laat voor. Dus die eerste twee functies interesseren me niet. Zo. En ik wil weten wanneer de 2 is. Nou, even kijken. Ik krijg het best wel mooi in beeld. Ja, ik had een beetje kunnen inzoomen, maar dat maakt voor calc intersect niet uit. Dus calc intersect geeft. Second, intersect. Snijden. Geeft. X is 1,31811 nog wat. Dat schrijven we dan maar even op. X is 1,318 nog wat. En voor de zekerheid sla ik het even op in A. Misschien moet ik er nog wat mee doen. Dus op T is 1,318 ligt M op CP. Nou, er is al gegeven in de tekst dat hij op tijdstip 0,723 dat hij op C ligt. En dat is dan voor een half rondje. Hè? Dus die P gaat zo
En dan heb ik één keer dit gehad. En als ik dan P nog een keertje de andere helft van de periode laat doen, dan gebeurt er weer precies hetzelfde. Dus volgens mij kan ik dat percentage berekenen door gewoon het tijdstip waarop die weer naar binnen komt, min het tijdstip waarop die eruit ging. En dat delen dan door hoe lang een halve periode duurt. In het antwoordmodel doen ze hier een factor 2 en daar een factor 2, dat mag ook. Dus krijg je min 0,723 gedeeld door pi. En dan krijg je hier een 0,189. En dat geeft op een geheel getal percentage 19%. 90% van de tijd ligt M buiten die cirkels. Een hele rare vraag. Maar ja, oké. Okay. Soms heb je dat. Asymptoot. De functie f is gegeven door de absolute waarde van x min 1 plus x min 5 gedeeld door 2x min 5 in de Fourier-grafiek van f weergegeven. De grafiek van f heeft een knikpunt voor x is 1. Lijn k is een scheve asymptoot van de grafiek van f. Ook deze scheve asymptoot is in de figuur weergegeven. Oké, okay, even kijken of we hem op de rekenmachine kunnen zetten. Zo. Dus mat, num, abs. Dan hebben we hier de x min 1. Daarvan willen we de absolute waarde. Plus breuk x min 5 gedeeld door 2x min 5. Oké, dan gaan we hem eventjes in het standaard window zetten. En kijken of dat een beetje leuk eruit ziet. Ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Oké. Nou, wat willen ze dan? Ze zeggen dat je de vergelijking moet opstellen van de scheve asymptoot. Nou, wat je moet opmerken... als je de scheve asymptoot hebt, die x moet kleiner zijn dan een bepaalde waarde. Het is misschien mooier om het even zo te doen. Kijk, die x, die absolute waarde van x min 1, die in de formule staat, die is gelijk aan x min 1 als x min 1 groter dan of gelijk is aan 0. Dat is de definitie. En dat is gelijk aan min x min 1 als x min 1 is kleiner dan 0. Dus dat kan je dan nog eventjes uitwerken. Dan zeg je van oké, okay, dat is x min 1 als x is groter dan of gelijk aan 1. En het is min x plus 1 als x is kleiner dan 1. Nou, die scheve asymptoot zit duidelijk aan de linkerkant. Dus we moeten gaan kijken naar de situatie dat x is kleiner dan 1. En dus dan is je functie voorzitter als volgt. Dus die fx in dit geval, hè, als x is kleiner dan 1, luidt min x plus 1 plus die x min 5 gedeeld door 2x min 5. Nou, dan ben je misschien geneigd om te zeggen van, oh, dan is dit de scheve asymptoot. Maar dat is niet waar, want dit ding gaat niet naar 0 in de limiet. We moeten even kijken wat er met dit ding gebeurt in de limiet. Dus dan zeg je van, nou, de limiet van x gaat naar min oneindig van x min 5 gedeeld door 2x min 5. Dat is hetzelfde als de limiet voor x gaat naar min oneindig van... Nou, dan deel je alles door x, dus dan krijg je 1 min 5 gedeeld door x gedeeld door 2 min 5 gedeeld door x. Deze twee zijn een standaardlimiet, die gaat naar 0, dus hier komt een half uit. Dus die half moet je dan hier nog bijtellen. Dus dan zeg je de scheve asymptoot. I is min x plus 1/2. Een andere manier om deze limiet te berekenen is eventjes een staardeling maken. Met bovenin de x min 5. En dan willen we hem delen door de 2x min 5. En dan zeg je van oké, okay, hoe vaak past 2x in x? Nou, dat past... Oh, sorry. Ik moet hem andersom opschrijven. Het ding waar je door deelt moet aan deze kant staan natuurlijk. Hè? Dus 2x min 5. Oké, okay. Hoe vaak past 2x in x? Nou, dat past 1/2 keer. Dus dan doe je alles keer 1/2. Dus dan krijg je hier x min 2,5.
En dan ga je dit van elkaar afhalen. Dus die x'en vallen weg. En dan krijg je min 5 min min 2,5 is min 2,5. Dus dat betekent dat je die functie, deze, dat je die ook kan schrijven als min x plus 1 plus 1,5 min 2,5 gedeeld door 2x min 5. Nou, dit gaat naar 0, hè, want je hebt alleen aan de onderkant een x. En hier heb je dan je scheve asymptoot. We gaan even de scheve asymptote bijtekenen. Kijken of het er ook een beetje visueel aantrekkelijk uitziet. Dus min x plus 1,5 geeft deze scheve asymptoot. Nou, prachtig. Oké, som 15. Dan zeggen ze, een deel van de grafiek van f ligt onder de x-as. Bereken exact voor welke waarde van x de grafiek van f onder de x-as ligt. Je hoeft in ieder geval niet te berekenen hoeveel procent van de grafiek onder de x-as ligt of dat soort onzin. Maar kijk, hij ligt grotendeels boven de x-as. Alleen maar hier ligt hij een stukje eronder. Dus dat is eigenlijk van die asymptoot tot het snijpunt. Dus laten we dat maar even uitrekenen dan. Waar zit de verticale asymptoot? De verticale asymptoot heb je als de onderkant 0 is en de bovenkant niet. En de onderkant, dat was 2x min 5. Nou, dus dat, dan heb je hier, die zit bij x is 2,5. Even kijken, geloof ik dat als ik weer trace, als ik 2,5 invul, krijg ik dan niks in beeld? Nee, dan zeg ik wel nee, daar is geen functiewaarde. Ik geef lekker geen functiewaarde. Mooi. En dan willen we kijken wanneer dat ding 0 is. Maar nu moeten we de fx hebben voor het geval dat x is groter dan 1. Dus nu moeten we deze pakken. Hè, want we weten dat aan de kant van die min 1 gebeurt toch niks. Dus we moeten nu degene hebben met x min 1 en niet degene met min x plus 1. Dus dan zeggen we fx voor x is groter dan of gelijk aan 1 is gelijk aan x min 1 plus x min 5 gedeeld door 2x min 5. En we willen dat dit 0 is. Doe je de x min 1 bijvoorbeeld even naar de andere kant. En dan staat er x min 5 gedeeld door 2x min 5 is gelijk aan 1 min x. Ja, dat is ook een manier om het keer min 1 te doen. Dan heb je niet opeens allemaal extra mintekens. Dan kun je kruisingsvermenigvuldigen. En dan krijg je x min 5 is gelijk aan 2x min 2x kwadraat min 5 min 5x. En dan brengen we alles eventjes naar deze kant. Dus dan heb je hier 2x kwadraat. Dan heb je hier een 2x en een min 5x. Dus dat wordt dan min 3x, maar aan de andere kant wordt plus 3x plus die x plus 4x. En dan hebben we hier die min 5. Die min 5 valt het in elkaar weg, zie je dat? Die min 5 en die min 5 valt in elkaar weg. Dus ik krijg alleen maar deze vergelijking. Dan kan ik een 2x buiten haakjes halen. Dus dan zeg ik 2x keer x plus 2. Dit gaat niet goed. Heb ik ergens een minteken onder het tapijt geschoven of zo? Oh ja, dit wordt plus 5x. Oké. Even kijken. Ja, want je doet min 5 keer min x en dat wordt plus 5x. Dus dit wordt samen 7x naar de andere kant wordt min 6x. Zo, dat ziet er beter uit. Nou, dan haal je de 2x buiten haakjes, dus dan krijg je 2x keer x min 3. En dat geeft x is 0, maar die voldoet niet. En je krijgt hier x is 3. En dat is degene die je wil. Je kan ook checken hier op de grafische rekenmachine, als je 3 invult, zit precies in dat punt, dat is mooi. Dus, ik heb aan de onderkant geen ruimte meer, dus ik ga hier even verder. Dus, wat was precies de vraag? Welke waarde voor x? Oké. Dus 2,5. Dan moet het tussen liggen, tussen 2,5 en de 3. En nergens een gelijkteken, hè? Want hier mag die sowieso niet gelijk zijn, want hier zit de asymptoot. En hier mag die ook niet gelijk zijn, want in de som staat dat die onder de x-as moet liggen. En niet positief zijn of zo. Of hij moet er echt onder liggen. Dus die 3 mag niet, daarom is hij ook kleiner dan.
Oké, som 16. Twee punten op een grafiek. De functie f is gegeven door fx is x keer e tot de macht x. Oh, leuk. Die gaan we eventjes op de rekenmachine tekenen. X keer e tot de macht x. Ja. Even opschrijven ook. Hoe leuk. Fx is x keer e tot de macht x. De punten P en Q liggen op de grafiek van F. De x-coördinaat van P is P en de x-coördinaat van Q is 2P. Voor een bepaalde waarde voor P heeft de lijn door P en Q een richtingscoëfficiënt van 6. Bereken exact deze waarde voor P. Oké, dus even een schetsje maken. Die grafiek ziet er zo uit. Ongeveer. Zo. En ik moet die grafiek, die moet stijgend zijn. En, ja, maar ik heb eigenlijk het verkeerde deel van de grafiek geschetst. Dan ga ik een klein stukje opzij. Zo, deze schets hier nog even verder. Dus ik maak een schets voor het geval dat P positief is. Maar ik stop verder niks aan mijn aannames. Dus P kan ook best negatief zijn, hoewel ik het niet verwacht. Dit is P, dit is 2P. Ja. En dan heb ik hier een lijn door, dit is P en dit is Q. En die lijn door P en Q moet een richtingscoëfficiënt hebben van 6. Dus een lijnstuk PQ. Dat is moeilijk te onderscheiden van de grafiek, maar ik wil dat de richtingscoëfficiënt 6 is. We weten de x-coördinaten zogenaamd. Hè, dat zijn variabelen P en 2P. Dus we kunnen de y-coördinaten gewoon uitrekenen. Dit is P keer e tot de macht P. En dit is 2p keer e tot de macht 2p. En dan kunnen we gewoon de richtingscoëfficiënt uitrekenen tussen de y'en, het verschil van de y'en door het verschil van de x'en. Dus die richtingscoëfficiënt is 2p e tot de macht 2p min p e tot de macht p gedeeld door 2p min p. Nou, 2p min p is natuurlijk p. Die p kunnen we wegstrepen, want we hebben overal p, die kunnen we buiten haakjes halen en wegstrepen. Dus dat houden we over. 2 e tot de macht 2p min e tot de macht p is 6. Oké, maar e tot de macht 2p is eigenlijk e tot de macht p in het kwadraat. Dus hier staat 2 keer e tot de macht p in het kwadraat, min e tot de macht p, min 6 is 0. Dit is een kwadratische vergelijking met als variabele e tot de macht p. En de manier waarop jullie dat leren over het algemeen is, dat je dan moet zeggen, oh, e tot de macht p, dat is u. En dan krijg je hier de vergelijking u kwadraat min u, 2u kwadraat min u, min 6 is 0. Nou, dat kun je gewoon oplossen met de ABC-formule. Delen door die 2, dan krijg je halve en zo. Dat is een beetje kansloos, dat kan ik niet. Dus ik doe het gewoon met de ABC-formule. Dus dan krijg je min b, dus min min 1 is 1, plus of min de wortel van b kwadraat, min 4 maal a maal c. Dus nou, even kijken hoor. 2 keer... 6 keer 8 is 48, hè? En er zit hier een minteken, plus 48 wordt 49. Wortel 49, dat vinden we fijn, want wortel 49, dat is 7. Dus dan krijg je hier u is 1 plus of min 7, gedeeld door 4. En dat geeft u is gelijk aan 2, hè? Of u is... dan krijg je min anderhalf. Maar e tot de macht p kan natuurlijk geen min anderhalf zijn. Dus deze voldoet niet. Geen oplossing. We moeten het doen met de 2. Dus e tot de macht p is 2. En dat geeft p is ln 2. Nou, dat is grappig. Dus voor p is ln 2. Hebben we precies hier... zo'n lijn door die punten P en Q met richtingscoëfficiënt 6. Zullen we nog even checken? Ja, meneer, leuk. Oké, gaan we controleren. Dus dan toetsen we ln 2 in. En dan komen we uit op een i van die i. Dus die moet ik even opslaan in A.
I op zijn A. Ja. En dan toetsen we in 2 ln2. Dat is dat getal. Dus die slaan we even op in B. Zo. Oh nee, dat was niet ans. Ik had wat I moeten pakken. I, is dat wel die I? Ja. En die I, die slaan we op in B. Oké, fijn. Nou, en dan doen we dus nu de B min de A, gedeeld door het verschil, gedeeld door het verschil van 2P en P. Dus dan doen we de B min de A. En dat delen we door de LN van 2. En dat is precies 6. Dat is mooi, hè? Nou, dan zijn we door het examen heen. Als mensen nog examens gaan maken, heel veel succes. En dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen.